De BNB vol liefde. Vrienden, ja, we moeten het er weer even over hebben natuurlijk. Ja, wij gaan beginnen natuurlijk daar bij Koffiefilter in Frankrijk met die Anja. Ja, die kreeg hem eventjes helemaal uitgemeten van die Joop die opzij. Ja, maar ja, het is eigenlijk eigen schuld van die Koffiefilter. Want Koffiefilter die had natuurlijk al lang moeten zien dat die Joop er klaar mee was. Maar dat niet alleen. Zij was er zelf ook klaar mee. Dat is het punt. Die Koffiefilter die had hij opzij al lang gezien. Ja, daar was ze mee klaar. Ja, en toen had zij dus moeten zeggen, wegwijzen. Opzij, weg. Hup. Geen zin meer in jou. Dat deed ze niet, ze liet hem zitten. En toen kwam die uiteindelijk bij haar terecht. Ja, dus gewoon eigen schuld. En toen kreeg ze de volle lach. Ja, maar dat is eigenlijk een beetje ongevraagd. Schakelen wij heel snel door naar Frankrijk, naar Padu toe. Weet je wel, de man met de zet, die Thijs. En ja, iedereen die valt nu woep. Woep over die Padu toe heen. Maar luister eens even goed. Padu toe, die had geen zin meer in die wildplukser in Bosbeestje. Die was klaar, niet een beetje klaar, helemaal klaar met Bosbeestje. En dat heb ik hem ook geadviseerd. Weet je, ik zei nog, kijk uit, Padu toe, ga niets beginnen met Bosbeestje. En gelukkig heeft hij dat ook niet gedaan. En het punt waar hij genoeg kreeg van Bosbeestje was toen Bosbeestje zich ging aanstellen toen er een andere dame kwam. Toen ging ze zich terugtrekken, ja, weet je nog, in de campertje en zielig zitten doen. En kijk mij eens, oh, en ik kan het niet meer aan. En ze zat er doorheen. En toen, op dat moment, toen was Padu toe helemaal klaar met Bosbeestje. En die stuurt haar weg. En dat gaat natuurlijk nooit heel erg aardig. En dat is natuurlijk nooit een leuk moment. En noem het allemaal maar op. Dus begint iedereen van Padu toe, dit was niet chic. Of Padu toe is een hork. Padu toe dit en dat. Padu toe heeft volkomen gelijk. Weg met Bosbeestje. En nu, vrienden, daar voor Padu toe komen er zware tijden aan. Want we hebben daar een nieuwe dame. Ene Marielle. Ja. En die heeft zo'n grote knot in. Dus ik noem haar even Knotje. En die Knotje, ja, die gaat hij leuker vinden dan hij zelf weet en zelf denkt. Ja, dat ga ik alvast voorspellen, want dat zie je aan Padu toe. Ja, die vindt Knotje leuk. Ja, en hij moet uitkijken dat hij haar niet te leuk gaat vinden. Want dan zegt Knotje weer, ho, rustig aan. Dus ja, doe dat nou niet, Padu toe. Hey, ik zou zeggen, rustig aan met Knotje. Schakelen wij snel door naar Schotland. Want daar hebben wij natuurlijk nog steeds Doedelzak. Houd erop het, Jan. Ja. En die blijft maar een beetje nog kakkieneus daten. Ja, dat doet hij. Ja. Steek geen vinger uit. Maak geen move. Doet helemaal niks. En die laat die Elsje Fiedereltje maar een beetje zweven zo. Ja. Want, oh, die staat maar te trappelen van, doe nou alsjeblieft, pak me nou, grijp me vast. Ik bedoel, zoen me helemaal de grond in, dan weet ik veel. En doe van alles met me, maar doe het. En ja, en hij doet het niet. Nee, Doedelzakje doet hem niet. Doedelzakje doet helemaal niks. Haha, Doedelzakje kijkt het gewoon eventjes aan. Die denkt, er komen nog meer vrouwtjes. Dat denkt Doedelzakje, ja. En Elsje Fiedereltje. Ja, maar ik zeg steeds, het gaat het niet worden met Fiedereltje. Nee, en dat blijft mijn tip aan Doedelzak. Geen Fiedereltje.